Het verhaal van Akwasi Frimpong is beter dan een Hollywoodfilm. Vol doorzettingsvermogen en een Olympische droom. Hij begon als talentvolle sprinter. Zo talentvol dat Johan Cruijff fan was van zijn atletisch vermogen. Maar ook die had nooit kunnen bevroeden dat hij dat vermogen zou inzetten om op deze manier ijsbanen af te suizen. Ja, je lacht er als je kijkt, maar het is levensgevaarlijk. Ja. Ja. Nou, het is meer een uitdaging dan gevaarlijk, denk ik. Ik zou het niet durven. Hoe hard ga je hier? Het snelste dat ik ooit ben geweest is ongeveer 130 kilometer per uur. 130 kilometer per uur. En dit is, voor zover ik weet, een sport waarbij je gewoon hoofd eerst... Ja, ongeveer 5 centimeter met je kin van ijs vandaan. Hoofd, head first. Head first. Ja. En er is altijd een eerste keer dat je dit doet. Hoe was die allereerste keer? Best wel eng. Ja, dit was heel anders. Ja, je wilt er vanaf stappen, maar dat kan niet meer, want je gaat zo snel. En, maar ja, dan kom je natuurlijk weer bij de finish en dan wil je dat gewoon weer opnieuw gaan doen. Het is gewoon een adrenaline. Verslavend. Rush. Ja, echt verslavend. Ja. Het heet Skeleton. Ik kende het niet. Hoe ben je eraan verslingerd geraakt? Ik heb zelf atletiek gedaan en ik ben benaderd door een Nederlands coach. En die heeft mij gezegd van met jouw postuur en snelheid als sprinter, ik denk dat je daar heel goed in kan zijn. Dus ik heb erover nagedacht en ik dacht van ja, donkere man op ijs, dan weet ik niet of dat iets voor mij is. En nou, toen dacht ik natuurlijk aan het Jamaicaans team, dacht ik van nou, misschien is er wel een kans voor mij. Ja. Zijn er andere zwarte jongens die dat doen, die je kent? Tot nu toe ken ik er maar 2, dat zijn gewoon Amerikanen, jongeren. Mm-hmm. Dus ik ben gewoon het eerste echte Ghanese Afrikaan die ermee bezig is. Ja. Je hebt een lange weg afgelegd eigenlijk om hier te komen. Je bent geboren in Ghana, vanaf je 8e woonde je in Nederland. Nu woon je en train je ook in Amerika. Iemand die al heel vroeg in jou geloofde, ik noemde het net al in het begin, was Johan Cruijff. Even kijken. En de volgende beste leerling, die komt hier vandaan, derdejaars. Ik mag het geloof ik niet zeggen, maar hij is geslaagd. Maar goed. Akwasi, moet even naar voren komen. Hij is de beste leerling geworden van het hele netwerk. Dus van alle landen bij elkaar. Hartstikke gefeliciteerd. Hij reikt jou hier het prijs uit voor meest getalenteerde student. En jij was toen illegaal. Dat was jouw status in Nederland. Dat betekent dat je nergens een vervolgopleiding kon doen. Alleen de Johan Cruijff College zei van je mag bij ons een opleiding komen volgen. Hoe belangrijk was hij voor jou? Nou, van Johan Cruijff die geloofde heel veel in mij. En wat bij hem echt heel belangrijk was, wat ik van geleerd heb, is teruggeven. En dat heeft hij gedaan voor heel veel studenten, onder andere ik. Ooit op nationale tv zei hij van, Nederland, wat doe je nou? Akwasi Frimpong is een held. En ja, dat raakt je dan wel. Dus waar ik altijd mee bezig ben, denk ik toch aan Johan Cruijff. En het Johan Cruijff College heeft mij toch een plek gegeven. Ja. Je was, op een gegeven moment ben je geblesseerd geraakt. En omdat je, ik vond het heel schrijnend toen ik dit las, omdat je toen nog een status van illegaal had, was het ook moeilijk om behandeld te worden voor die blessure. En uiteindelijk ben je eigenlijk vrij laat daar pas voor geopereerd. Ben je ooit hersteld van die blessure? Geestelijk niet. Lichamelijk een beetje. Maar ja, het is niet alleen mijn strijd geweest. Ik bedoel, geen enkele arts wilde illegaal natuurlijk behandelen. Maar het is de strijd geweest waar heel veel mensen me geholpen hebben. Onder andere Michael Davison, die zit vanavond in de zaal. Die fysiotherapeut die mij... Is hij daar? Fysiotherapeut die jou heeft aangeboden te helpen. Ja, via het Johan Cruijff College, via mijn directeur Peter Jansen, is hij benaderd. En heeft hij mij op een symbolische manier, in 1 euro per keer dat ik bij hem kwam, behandelde hij mij voor 3 jaar lang. Uiteindelijk ben je vertrokken naar Amerika om daar te studeren. Je had ook een beurs en je moet daar ook wat geld bij verdienen. En je ontdekt een wonderlijke manier om dat te doen. Het kan niet Amerikaanser dan dit. Laten we even kijken. Okay guys, this is Shirley Last. I sold the Kirby to her daughter like I think a month and a half ago. She had the Kirby from 12 years ago, 10 years ago, Diamond Edition. We got her the newest brand new one. She's an awesome lady and she wanted to say a few things to everybody watching and especially my wife.
The only reason I bought this Kirby is because of his muscles. He has the best looking legs I have seen in a long, long time. And I love this tight shirt that he wears. Okay, cut. Je verkocht stofzuigers van deur tot deur. En je was er zo goed in dat je al in dezelfde eerste maand heb je de prijs gewonnen voor Gold Digger van het bedrijf, zo heette dat daar. 30 stofzuigers binnen 30 dagen. 32. 32. Ja. 32. Ja. Maar het is een duur ding. Hij was $2000 of zo. Ja, nou, nu is het goedkoop, maar toen ik hem verkocht was hij $3000. Ja. En je hebt er 32 in een maand verkocht? Ja, op een dag, op een zaterdag 6 stuk in 1 dag. What's the magic? Hoe doe je dat? Nou, die glimlach natuurlijk. Nee, je spieren, jongen. Ik hoorde het. Oh, oké, die ook, ja. Dit was natuurlijk je wonderlijke talent. Maar ook, denk ik, dat vergt ongelooflijk doorzettingsvermogen. Om deur tot deur te gaan.